Dexie heeft ook echt een periode gehad dat hij echt onwijs veel in huis plaste. Zo, hallo, goedemorgen. Het is vrijdag vandaag. En ik zit lekker op de fiets. Ik heb Jola net weggebracht naar school. En dat gaat heel erg goed, want daardoor voel ik me wat frisser of zo. Ik was best wel benauwd vanochtend, ik weet niet. Volgens mij hadden we de verwarming aan laatst vanochtend. Echt, blah, word je dan wakker. Dus ja, feels good. Ik denk dat ik vandaag maar even alles op de fiets doe. Ook de brug op, wat ik nu weer moet doen. Let's go. Nou, nog eentje hebben ze door. Ik ben weer eens in de HEMA. Volgens mij hadden een paar van jullie gezegd dat die kinderlijm ook kon. Dus ik hoop het, want die zijn er nog. Nu begin ik weer te twijfelen. Nu zie ik dus ook bureaulijm. Die komt me ook wel heel bekend voor. Ik ga het even opzoeken wat jullie hebben gezegd. Bureaulijm of kinderlijm? Ik heb alles zoveel voorbij zien komen. Lijm van de HEMA, bureaulijm. Ja! Thank you! You saved my day. Wie ben jij? Nina! Nina! Goed zo! Oké, we moeten dus niet die kinderlijm hebben. Ik ben weer thuis. En ik heb hier een paar hele lieve vriendjes waar ik op mag passen vandaag. We hebben een huis vol chihuahua's. Hey! Die zijn van een vriendin van mij en die had even oppas nodig vandaag. En dat is wel leuk voor Dexie, want dan heeft hij wat om mee te spelen. Zoals je ziet wil hij heel graag spelen. Hé? Hey? Ja! Is het gezellig? Jij bent zo mooi, hè? What? Weet je wat het is met die chihuahua's? Het liefste zou ik er zelf ook nog eentje bij nemen. Omdat dat gezelliger is voor Dexie. Maar ze blaffen zo. Elke keer als er iemand dicht langs het huis loopt. Of met een bak buiten loopt. Of aanbelt. Oh, het is zo vermoeiend. En als je er dan nog eentje bij hebt. Dan is het nog erger. Want dan gaan ze dus de hele tijd op elkaar in. Dus nee, ik wil echt niet nog een hond, helaas. Echt chihuahua's. Dexie heeft ook echt een periode gehad dat hij echt onwijs veel in huis plaste. Dan had je hem net uitgelaten hoor. Maar dan ging hij gewoon een soort van sporen maken in huis. En dat doen deze ook, maar volgens mij doen alle chihuahua's dat. Echt waar. Echt, chihuahua's zijn eigenlijk gewoon helse honden om te hebben. Want ze zien er super leuk en schattig uit, maar... En daardoor hou je zoveel van ze. En doe je ze dus ook niet meer weg. Maar echt waar. Ze zijn wel leuk met z'n allen. Zo, back in the office. En eindelijk ontbijten. Want dat had ik nog steeds niet gedaan. Even een broodje met kaas, avocado en sandwich bread. En een kopje thee. En nu even snel de vlog editen van gisteren. Die inplannen en dan kan ik verder met andere dingen. Een cadeautje van mijn mamsie. En voor mijn 33e verjaardag van je moeder. Een plantje met een plantje op de schoot of zoiets. Heel leuk. Ik ben heel blij dat ik geen cadeau krijg wat heel groot is in ieder geval. Een bureau of een kast of zo. Oh, ik moet in elkaar moet zetten. Nee, wat de ruimte in beslag neemt. Oh, een bakjas. Ja, je ziet mij zeker altijd in die gare Hello Kitty bakjas. Ja, en ook in die pakken. In die pakken, maar ja. Ik denk dat is niet handig als je gaat... Als je zo vaak moet plassen. Is lekker. Ja, de kleurtjes. Lekker zacht. Uitgezocht bij de pot. Lekker zacht. Dankjewel, Mams. Graag gedaan. Oh, lekker zacht. Ooievaar. Dus het zal iets voor een baby zijn. Ik weet niet wat het is, jongens. Of ik ben het vergeten. Oh, wat leuk. Allemaal mama dingetjes. Van de kruidvat om uit te proberen. Oeh.
voor en na de zwangerschap. Super chill. Hey Disna, waar ben jij nou weer? Nou, ik ben dus even in mijn berging. Hier liggen namelijk allerlei foto's. Hier, dit is mijn opaatje, die al heel lang niet meer leeft. En mijn oma. En allemaal andere foto's van vroeger. En die ga ik allemaal meenemen, want Jon en ik zijn met een project bezig. Waarin we een soort drama live gaan maken, maar dan met foto's erbij. Gewoon random hoor, een paar foto's. Dus vandaar dat ik even alles bij elkaar aan het zoeken ben. En de berging moet toch leeg. Dus ja, mooi moment om dat even te doen. Ah, how cutie. Teasers tijd. Sommige foto's. Ons gezinnetje ooit. Dit is mijn papaatje, die niet meer leeft. Dat is ook een hele mooie foto van mijn vader. Hier speelde ik in de fanfare. Hoe grappig is dat? Die moet er ook echt bij. Op Jola op Deurne, want die heeft bedacht dat ze er, ja, hoe noem je de dingen? Rollers aan wilt, maar die blijven maar niet goed zitten. Ze mag ze van mij niet binnen gebruiken, dus ze heeft er niet zoveel aan. Wauw, dat ziet er cool uit. Voor de dinner. En Bart die eet niet mee vandaag, want die is met zijn compagnon eten. Ik ga tortellini's met tomaat en kaas maken voor mij en Jola. En doe ik lekker simpel met groenten, een groentenpakket erdoorheen, pesto en kleine tomaatjes. Nou, het was even blaffen net toen Jola binnenkwam, maar inmiddels heeft ze allemaal nieuwe vriendjes erbij, hè? Allemaal nieuws. Ja. Ja. Dat is ook Mila. Alleen wollig. Hij lijkt echt op Dexie. Dat is een langharige chihuahua. Ja. Valt me nog mee dat Dexie niet meteen jaloers wordt als je met anderen speelt. Maar wat denk jij van die twee dingen? Wat is leuker om te doen? Naar de eihallen of kerstslijm maken? Ik denk eerst eihallen. Eihallen toch wel? Ja. Want wat jij leuk vindt, dat wil ik. Wat ik leuker vind, wil jij doen. Oh, wat lief. We gaan morgen naar de eihallen. Gaan we even kijken naar de kersteihallen. Kijkje nemen. Eigenlijk zit ik nu alweer in de 26 weken en ik had zoiets van, oh, dan heb ik dus geen update op mijn kanaal van de 25 weken. Maar die doe ik dan wel even samen met de anderen, maar ik vind het wel jammer, want er waren wel wat dingetjes die ik even echt bij die 25 weken vond passen. En dat was dat ik dus gisteravond met Bart in bed lag en echt bizar, nou, niet alleen gisteravond, die dag daarvoor ook, echt bizar veel beweging voel. Dus ja, ik voel hem nu ook gewoon gedurende de dag begin ik hem echt heel erg veel te voelen. Vandaag voelde ik zelfs weer dat hij de hik heeft. Dan voel ik gewoon echt in mijn buik en dan voel ik echt een heel regelmatig zo. Dat is echt super leuk. En ja, verder die ene avond, volgens mij was dat zondagavond of maandagavond dat ik een keer kramp had. Heb ik niet meer gehad en komende dinsdag ga ik weer naar de verloskundige. Dus dan zal ik ook dat weer allemaal horen, hoe dit allemaal verder gaat. En bij de fysio heb ik dus veel adviezen gekregen over wat voor sporten ik het beste wel en niet kan doen. En daar gaan we ook nog meer op verder op in. Dus daar zal ik later ook nog wat meer over vertellen.
op dit moment staat op de planning dus dat ik volgende week begin met zwangerschapszwemmen. En dat ik wat oefeningen ook heb die ik thuis kan doen. Vooral voor mijn bekken en mijn benen. Omdat mijn benen heel erg getraind zijn. En die heb ik nu 3 weken of zo een beetje laten afzwakken. En dat is eigenlijk niet zo heel erg goed om dat in 1 keer zo te doen. Dus het is eigenlijk wel goed om die toch nog een beetje te trainen. Maar dan wel op een veilige manier. Dus dat is eventjes het sportverhaal. Daar had ik wat vragen over gekregen. Omdat er wat mensen zich afvroegen of ik nu dan echt helemaal was gestopt met sporten. Dus nou ja, niet helemaal gestopt met sporten. Maar wel gestart met goed luisteren naar mijn lichaam. En wat niet gaat, dat gaat niet natuurlijk. Dus. En dan wil ik toch nog heel even kort snel mijn buik laten zien. Want die zag er vandaag weer echt super mooi uit, vond ik zelf. Ik vind het echt zo leuk dat er nu eindelijk een buikje in zicht is. Verhaal over de zwangerschap. Dus het gaat eigenlijk in principe heel erg goed. Het enige wat ik af en toe nog steeds heb is dat snelle, ja dat merk je misschien ook wel aan me, snel buiten adem, een beetje lage bloeddruk. Maar beter dat natuurlijk dan hoge. En feels good. Feels good to be pregnant. Volgens mij was deze vlog niet zo heel erg lang en boeiend. Maar ja, die dagen heb ik ook. Maar morgen ga ik met Jola naar de Eihallen, dus het wordt vast wel leuk. Of we gaan iets anders doen als dat er toch niet van komt, want zo gaat dat vaak met mijn planningen. Anyway, voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Ik ga lekker wachten op Bart en chillen. En tot morgen weer een nieuwe vlogmas. En dan is het zaterdag, dus dan beloof ik ook wat meer Bart. Abonneer voor meer en tot later. Doei doei!